Ja, onze wedstrijd. We begonnen de eerste set heel sterk. We hadden goede surfdruk. Tweede set stonden we nog voor en dan geven we het uit handen. Onze surfdruk viel weg. Zij kwamen beter in het spel. Wij werden heel agressief. We lieten hen spelen. Ik denk dat we daarom... We lieten ze te veel in het spel komen. We maakten te veel fouten. En daardoor lieten we ze in... daardoor hebben wij verloren met 3-1. Ja, Bulgarije heeft een georganiseerd blok, een verdediging. Dat is heel wat anders dan Cuba. Dus we probeerden soms ook wel tactisch te spelen, zodat we niet per se een punt hoefden te maken, maar dat we het op konden lossen met onze blok en verdediging. Dat we de rally aangingen. Maar ze waren blokkerend, waren ze op orde en daardoor was het soms wel moeilijk om punten te maken. Ja, onze servicedruk in het begin was echt heel sterk en daardoor konden zij weinig midden spelen. En daardoor konden wij het blok en de verdediging goed organiseren. En dat viel weg en dat werd heel moeilijk voor ons. En nummer 17 van Bulgarije die scoorde heel veel met de omloopbal en dat was moeilijk te stoppen. Ja, ik heb altijd wel geloofd dat we kunnen winnen. Dus ik had zeker het idee dat we wel een vijfde set eruit zouden kunnen halen. En het was zo, we stonden wel een paar punten achter, maar we bleven knokken voor elk punt. En ja, dan is het toch wel heel teleurstellend dat je dan net die set met 25-23 verliest.